Welkom bij dit videogesprek van de Funeraire Academie. Een gesprek in het kader van het project Uitvaarten in tijden van corona. Vandaag niet zozeer over uitvaarten, maar wel over omgang met de dood in de cultuur waarin we leven in de huidige tijd van corona. Ik ben vandaag in gesprek met Nienke Fortuyn. Welkom Nienke, fijn dat je tijd wil maken voor dit gesprek. Nienke is onderzoeker aan de Radboud Universiteit en daarnaast ook werkzaam als geestelijk verzorger in de ouderenzorg, heel concreet in de Waalboog in Nijmegen. Dus Nienke, je neemt veel ervaring mee, zowel vanuit de ouderenzorg als vanuit onderzoek dat je hebt gedaan naar omgang met de dood en ouderen en de rol van verhalen die daar belangrijk bij zijn. Je hebt een intense tijd achter de rug eigenlijk, vanaf het begin van corona, maart vorig jaar, tot nu toe. En waar ik eigenlijk benieuwd naar ben, is hoe zie jij in jouw werk als geestelijk verzorger, ja, hoe zie jij dat ouderen met de dood omgaan? Is dat veranderd door corona? Vertellen ze andere verhalen aan jou? Kun je daar iets over zeggen? Ja, Martin, dankjewel. Ik denk dat ik daar zeker wel iets over kan zeggen. Ik heb daar ook wel een verandering in de tijd in gezien. Ik heb natuurlijk de eerste golf meegemaakt, zeg maar vanaf maart vorig jaar. Toen er nog heel veel onduidelijk was over corona. En in het huis waar ik werkte is er ook vrij snel een golf met besmettingen geweest. En toen was de angst overheerste toch wel op veel afdelingen. Met name het idee van, er komt iets aan wat gevaarlijk is, maar je kunt het niet zien en we weten nog niet precies hoe besmettelijk het is en nou ja, wat het is en wat het doet. Dus toen was die angst wel echt heel erg voelbaar. En ik weet ook wel, ja, ik werk op allerlei verschillende afdelingen, ook afdelingen voor mensen met dementie, op een hospice en op een revalidatieafdeling en een somatische afdeling. En ik merkte met name op die afdelingen van mensen die geen dementie hadden, zeg maar, dat er toch wel heel veel bewustzijn was van wat er gebeurde en angst dat het toch dichterbij zou komen. En ook onder de medewerkers merkte ik veel angst om die besmetting door te geven. En nou ja, zoals iedereen weet waren de beschermingsmiddelen in zorginstellingen liepen ook erg achter. Dus in het begin werkten we niet standaard met mondmaskers. En was het ook best wel een beangstigend idee van ik kom naar iemand om met iemand te praten, maar stel dat ik die dan besmet. Dus ik denk dat zowel de bewoners als ook wij als medewerkers die angst wel heel erg konden voelen. Maar of er nou een verandering is met de dood die ook blijvend is, dat vraag ik me af. Want nu is iedereen inmiddels ingeënt van de ouderen en ook van de medewerkers. Tenminste, van allebei het overgrote deel. En we hebben ook al een hele tijd geen besmettingen meer gehad. En je ziet dat toch wel heel veel dingen ook weer een stuk ontspannender worden. Dus de laatste tijd zie ik die angst niet meer zo terug. En is het huis ook op slot gegaan tijdens corona? Dat er helemaal geen bezoek mocht komen? Ja, eigenlijk toen de regering zeg maar alle huizen op slot had gedaan, toen is ons huis natuurlijk ook op slot gegaan. En dat was ook een hele rare situatie. Want wij als geestelijke verzorgers mochten wel bij de mensen komen om te praten over hoe het met ze ging. En de familieleden mochten dat niet. Tenminste niet live. Er is wel heel snel van alles opgezet. Van raamcontacten en mensen die dat konden natuurlijk via laptops of nou ja, op allerlei manieren. Maar wij konden dus wel bij de mensen binnenkomen, terwijl nou ja, allerlei familie dat niet kon. Dus dat was wel heel apart om te zien. En ook wel, met name voor de mensen zonder dementie, had ik de indruk dat het nog het meest schrijnend was. Voor de mensen met dementie was het eigenlijk heel wisselend. Aan de ene kant zagen we heel veel rust op de afdelingen, omdat er allerlei onrust, ook doordat er allerlei behandelaren kwamen. En omdat er nou ja, familie kwam, dan weer voor die en dan weer voor die. Dat was weg. Dus nou, best wel veel mensen hadden ook echt een hele ontspannen en goede tijd. Maar er was ook wel een deel van de mensen met dementie die nog wel heel erg bewust hun familiebezoek meemaakten en die dat erg miste. Dus daar zag je ook wel een groot verschil. Ja, nu is denk ik in een de ouderenzorg, ja,
de dood dringt zich wel op, denk ik, hoe dan ook los van corona. En je zegt van nou, de angst nam wel toe, zeker in die eerste golf. En de onzekerheid maakte de angst ook sterk. Tegelijkertijd zeg je van ja, ik zie dat niet als een blijvende verandering. Hè. Nu de rust keert weer terug. Dus in die zin zie ik daar geen blijvende verandering in de omgang met de dood in. Geldt dat ook voor de medewerkers? Want ik kan me voorstellen, de medewerkers zijn misschien vaak ook een stuk jonger. Mensen ook met eventueel gezinnen, kinderen. Ja, die confrontatie met de dood, die zo, ja, zo zich veel sterker nog opdringt dan normaal gesproken. Wat doet dat met medewerkers? Ja, ik denk in eerste instantie toch wel ook aan een nieuw soort verantwoordelijkheidsgevoel onder medewerkers. Ik heb ook wel mensen gesproken die echt op afdelingen waar besmettingen waren en nou ja, waar die voor een deel ook waarschijnlijk door medewerkers doorgegeven zijn, omdat die nu eenmaal van de ene naar de andere persoon gaan, dat daar echt wel medewerkers heel erg mee worstelden met het idee van nou heb ik zonder het te weten misschien wel iets van de een naar de ander doorgegeven en zonder er ook iets aan te kunnen doen. Dus dat was eigenlijk iets totaal. Nou ja, er waren natuurlijk wel eerder bepaalde besmettelijke ziektes, maar het idee dat je iemand zijn dood kan versnellen door zoiets, dat was gewoon iets totaal nieuws. En ik merk dat daar mensen vooral erg mee geworsteld hebben. En er is in die tijd ook een oud collega overleden en waarschijnlijk via de vrouw van die oud collega die nog wel bij ons werkte. Dus dat gaf ook wel een heel heftig gevoel van tjonge, nou ja, een oud collega die zelf overlijdt. Dus dan komt het ook wel heel dichtbij. En er zijn ook meerdere collega's wel lang en heftig ziek geweest. Dus op die manier komt het ook echt wel, geeft het je werk toch een heel ander idee. Ja. En ook even doordenkend op die periode dat het huis dicht was. Hè. Ik kan me voorstellen dat zeker voor mensen die gewend zijn om familie te ontvangen, dat het een hele eenzame periode ook wel is geweest. Ja, hoe konden mensen, ja, waar putten ze hoop uit? Wat geeft dan troost of wat bemoedigt hen? Hadden jullie daar speciale dingen voor georganiseerd of vonden zij dat zelf? Ja, dus sowieso was het is mij heel erg opgevallen dat het heel erg persoonlijk was hoe zwaar mensen het hadden. Sommige mensen die hadden zoiets van, nou ja, het viel eigenlijk wel mee. Ik deed een puzzeltje en af en toe was er een concert voor het raam. En er werd eten gebracht en ik vond het eigenlijk wel heel erg meevallen. En andere mensen die vonden het echt een hevige, zware tijd en die hebben er erg onder geleden. Dus dat geeft ook wel weer aan hoe persoonlijk allerlei ervaringen zijn van hoe zwaar iets is. Ik denk dat veel mensen toch wel steun hadden ook aan optredens die door het raam werden gedaan. Dat gewoon het idee van ze doen dit allemaal voor ons en je kunt het zien. En nou ja, je hoort er toch echt wel nog bij. En natuurlijk de contacten toch met de mensen van de verpleging en de verzorging. Er was ook wel een groot verschil. Er waren afdelingen die wel dicht waren, in principe omdat het hele huis dicht moest, maar niet in quarantaine. En daar was eigenlijk nog wel van alles mogelijk. Daar kwamen wij ook nog wel voor gespreksgroepen en voor kleine vieringen op de afdelingen. Dus daar was het verschil niet zo groot. Maar er waren ook afdelingen die echt in isolatie moesten. En dan was het anders. Dan was je ook allemaal heel erg ingepakt. En er werden allerlei groepsactiviteiten die werden stilgezet. En dus daar op die afdeling was een stuk minder mogelijk. En was het denk ik ook wel veel zwaarder voor de mensen om nog ergens hoop uit te putten, zeg maar. Ja, ik kan me voorstellen dat die verschillen inderdaad groot zijn. Als we een beetje uitzoomen, hè, dus kijken naar het bredere plaatje van onze cultuur, van de Nederlandse samenleving. Wat heeft deze crisis, of wat doet deze crisis, want we zitten er nog steeds middenin. Wat doet deze crisis met omgang met de dood in Nederland? Zie je daar ontwikkeling in? Ja, ik denk wel dat het echt veel doet. Wat mij in het begin heel erg opviel was, eigenlijk vlak voordat de crisis begon, was er heel veel maatschappelijk debat over ouderen die een voltooid leven hebben. En ook een wetsvoorstel op dat gebied. En
eigenlijk is die dialoog toen in één keer heel erg omgedraaid sorry, naar ouderen in leven, ja, de kwetsbaren beschermen. Dus waar het eigenlijk kort daarvoor nog ging over het recht van ouderen om te sterven als ze hun leven voltooid vinden, ging het ineens over de samenleving op slot doen om de ouderen en kwetsbaren te beschermen. Dus ik vond het wel heel apart hoe die omslag heeft plaatsgevonden en dat ja, eigenlijk het publieke beeld van ouderen en doodgaan ineens een hele andere focus kreeg daardoor. En ik heb zelf ook in mijn onderzoek gekeken naar verschillende cultureel ingebedde manieren om met de dood om te gaan. Dan zie je eigenlijk dat we van een traditioneel en ook meer religieuze manier zijn overgestapt naar een moderne en meer wetenschappelijke kijk. En dat er ook een verdere overgang is naar een hele persoonlijke manier van omgaan met de dood. En een veel meer individuele kijk eigenlijk op het levenseinde, waarin dingen als persoonlijke uitvaart en authenticiteit en zo veel meer een rol spelen. En wat ik eigenlijk opvallend vond, ten eerste door de coronacrisis, is dat medische perspectieven ineens weer veel sterker teruggekomen, waarin ook, nou ja, eigenlijk bepaalde mensen die veel van infectiepreventie weten, ook in de politiek heel belangrijk zijn geworden. En waarin, nou ja, eigenlijk iedereen zich ineens heel erg in allerlei medische dingen rond de dood ging verdiepen en rond ziektes. Dus ik denk dat dat medische discours weer een beetje aan kracht gewonnen heeft. En ik denk ook, maar dat zullen we moeten zien hoe dat op de lange termijn zich gaat ontwikkelen, dat het hele individualistische, dat we ons misschien ook zijn gaan realiseren als samenleving van je bent ook afhankelijk van de ander. Al was het maar om de reden dat, nou ja, een ziekte die ergens in China begint zich heel snel over de wereld verspreidt. En dat, nou ja, afstand houden, dat doe je niet in je eentje. Dus in allerlei dingen zien we ook de grenzen, denk ik, aan het individualisme. En ja, ik denk dat dat de omgang met de dood ook wel toch zal bepalen. En je ziet ook, als je niet alleen naar Nederland kijkt, maar wereldwijd, denk ik, dat heel veel individuele uitvaarten en zo ook niet meer mogelijk waren, omdat er gewoon zoveel uitvaarten waren. En nou ja, mensen moesten iets. Dus ja, ik denk dat als ik dan zie hoe dat allemaal op dezelfde manier snel moest, dan heeft dat echt wel, denk ik, veel veranderingen opgeleverd. En ik ben heel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ja, zeker. Denk je dat de discussie over het voltooid leven, die inderdaad natuurlijk stevig was net voor eigenlijk de coronacrisis uitbrak, is die discussie voorbij of zo? Komt die weer terug, denk je? Hoe kijk je daar tegenaan? Ik denk wel dat die weer terugkomt. En je ziet nu ook wel dat na de verkiezingen toch weer meer over gepraat wordt. Ik denk zeker dat die terugkomt, maar ik denk ook wel dat die blijvend, nou, dat nieuwe gezichtspunt ook wel aanwezig zal blijven zijn. En waar we op uitkomen als samenleving, dat weet ik natuurlijk niet. Nee, maar kun je verklaren waarom op het moment dat de coronacrisis uitbrak, en zeker in de eerste golf, toen het vooral ook echt 80-plussers eigenlijk trof, hè, die op de IC terechtkwamen, waarom de samenleving zo, ja, ik zou zeggen, zo vasthoudend was in het zorgen dat deze mensen toch echt in leven bleven? Want vanuit die voltooid leven discussie is dat eigenlijk een vreemde keuze of zie ik dat verkeerd? Ik denk dat je dat goed ziet en dat, nou ja, er zijn natuurlijk ook allerlei offers gebracht door de samenleving. Als je alleen al denkt aan alle jongeren die heel lang onderwijs vanuit thuis hebben gedaan, terwijl zij zelf weinig kwetsbaar zijn over het algemeen. Maar ik denk dat er twee belangrijke aspecten zijn. Ten eerste, het voltooid leven is een keus van eigenlijk een beperkte groep ouderen. Als je ook het onderzoek van Els van Wijngaarden ziet, dan zie je dat het maar een hele kleine groep is die daar eigenlijk, nou ja, zegt van ik zou dat graag willen. Dus, en corona is natuurlijk niet iets van een vrije keus. Dus het idee van autonomie, ja, dat wordt eigenlijk ook door corona geweld aangedaan. Want je kunt niet kiezen van, nou ja, ik wil aan corona overlijden en hij niet of zo. En ik denk ook dat als er een kwestie is van een acute levensdreiging, dat dan heel erg je overlevings
mechanisme gaat inzetten. En dat dat ook werkt voor een samenleving. Dus als je als samenleving bedreigd wordt, dat je dan toch uit een soort hele primaire reactie de meest bedreigde groepen wil gaan beschermen. Ja, 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 ik vind het een mooie, mooie analyse. Mooie thema's om over na te denken rondom autonomie, individualisme, veranderende omgang met de dood, de kwetsbaren in onze samenleving. Inderdaad, voldoende stof tot nadenken. Dus erg bedankt voor dit gesprek, Nienke. Heel graag gedaan. Tot ver in de jaren 80 van de vorige eeuw was de dood als thema in de maatschappij, in de westerse maatschappijen, een verborgen thema. Over de dood werd weinig gesproken. Het was taboe. Het was de periode van de opkomst van de crematies, de zakelijke dood, de verborgen dood. Het ontkennen ook van de dood. Daar zijn we inmiddels al lang voorbij. We hebben gezien vanaf eind jaren 80, jaren 90, dat de dood weer een thema werd. Dat er weer meer rituelen ontstonden, heel persoonlijke rituelen. Dat het zakelijke ritueel van uitvaart of crematie werd omgevormd tot de persoonlijke uitvaart zoals we die nu kennen. Dus het taboe over de dood is verdwenen en is eigenlijk veranderd in een sterk geïndividualiseerde dood. Het gaat over de dood van het individu, hoe wij afscheid nemen van onze geliefden en vaak ook de keuzes die het individu hierin mag maken, rondom discussies van voltooid leven of euthanasie. Corona heeft hier wellicht toch iets in veranderd, zo blijkt ook uit het gesprek met Nienke Fortuyn. De dood heeft misschien wel versneld dat we meer en meer over de dood zijn gaan praten als iets wat ons allemaal aangaat, wat niet iets is van het individu, maar van het collectief. Het is een verschuiving van de dood als een individueel, iets wat je individueel meemaakt, naar iets waar we als samenleving ook verantwoordelijkheid in dragen. Een virus dat we kunnen overdragen naar de ander. We zijn verantwoordelijk voor elkaar. En ook een globale verantwoordelijkheid in de zin van een verantwoordelijkheid die zich uitstrekt over de hele wereld, over economieën, over grootmachten, over het reizen van mensen. Dus in die zin heeft corona meer accent gebracht naar het collectief en naar gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid. Wat we hoorden van Nienke is dat de angst voor de dood, die zeker speelde in de beginperiode van de coronacrisis, die angst verdwijnt wel weer. Maar dat nadenken over onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, hoe als collectief ons gedragen ten opzichte van elkaar en wat de impact is van ons handelen op elkaar, dat zal zeker nog wel lang doorwerken. Er is dus iets gebeurd met de autonomie van de mens. Hoe autonoom zijn we eigenlijk? En dat vertaalt zich ook in die discussie over het voltooid leven. We hoorden dat in het gesprek met Nienke Fortuyn. De dood, is de dood een keuze? Kunnen we daar zelf over regeren als het ware? Of is de dood toch iets wat ons overmeestert? Die ons overvalt en waar we eigenlijk normaal geen keuze in hebben? Nu, die discussie over het voltooid leven komt wel weer terug, maar staat nu door de coronacrisis ineens in een heel ander licht. Dus samenvattend, corona heeft ons denken over de dood veranderd. We zijn veranderd van individu naar collectief, het nemen van verantwoordelijkheid voor elkaar. En we weten nu ook nog meer dan voorheen dat de dood lang niet altijd te kiezen valt. Nee, de dood komt onverwacht.